Op Theater aan Zee in Oostende is het aangrijpende stuk For Rosa in première gegaan van Nick Balthazar. Het vertelt het waar gebeurde verhaal van Rosa, een meisje van 15 dat 3 jaar geleden verdronk toen de waterbom in Wallonië viel. Ze leerde toen net Benjamin kennen op kamp. Hij wil dat haar verhaal blijft leven en dat het ook iets kan veranderen. Dus bij het ontbijt hoor ik mezelf aan haar vragen: Are we gonna see each other after this? No, zegt ze. Of course we're gonna see each other after this. We live in the same city. Remember? We're gonna walk the rooftops of Brussels and we're gonna have a picnic in the Bois de la Cambre and then we'll get married and... Met een monoloog kruipt Felix Maarschalk in de huid van Benjamin. Hij vertelt erover de zomer van 2021, waarin hij Rosa leert kennen op een kamp in Wallonië. De twee zijn meteen onafscheidelijk. Tijdens dat kamp is er ook de regen die maar uit de lucht blijft vallen. Op 14 juli gaan Rosa en Benjamin wandelen langs de oerten, maar dat loopt volledig mis. Plot begaf een stuk van de oever het. Of zo. En zakte de grond onder haar voeten weg. En op het ene moment stond ze daar naast mij en het volgende lag ze in het water. En dat waterbeest dat van de berg kwam gerold, dat pakte haar meteen vast. Dat zette meteen zijn tanden in haar, tanden van takken en modder en oneindig veel water. Benjamin springt Rosa achterna en probeert haar vast te grijpen. Dat lukt, maar de stroming is te sterk. Uiteindelijk ben ik geraakt door een balk die uit de oever stak. Ik heb nu met één arm kunnen vastgrijpen. Ik had Rosa nog altijd vast met de andere. Maar ja, toen kwam er nog een grotere vloedgolf en die is uit mijn handen gegleden. Ik ben uit het water geklommen, maar ik zag het niet meer. En dan 3 dagen later, 7 kilometer verder, langs de oerten, is haar lichaam teruggevonden. Dat woord alleen al. Slachtoffer. Is hij geofferd dan? Voor Benjamin is het de start van zijn klimaatactivisme. Hij richt een VZW op als eerbetoon aan Rosa en ontmoet Nick Balthazar, ook klimaatactivist, die het verhaal in een theatervoorstelling wil gieten. Plotseling heb je een verhaal, ja, wat iedereen zal aanspreken. En dan denk je, oké, we moeten dat durven gebruiken. En dat is Benjamin zijn verdienste geweest, dat hij dat ene verhaal over dat ene meisje ook heeft gebruikt om klimaatslachtoffers een gezicht te geven. Ook vanavond en morgen speelt For Rosa nog in Oostende. Later dit jaar volgen nog andere locaties, want Rosa mag niet voor niks gestorven zijn.